Hey allemaal, welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een Halloween tutorial, want het is vandaag Halloween. In Nederland vieren we niet zo Halloween, maar het leek me leuk om een filmpje op te nemen. Dus als jullie het leuk vinden en willen weten hoe je deze look moet maken, kijk dan vooral verder. We beginnen met mijn foundation en ik gebruik hiervoor de Bare Minerals Foundation Original in de kleur Fairly Medium. Ik breng mijn foundation aan met een bufferkwast van Jessup. Vervolgens beginnen we met het concealer van mijn ogen als basis voor de oogschaduw. En ik gebruik hem voor MAC Pro Longwear Concealer in de kleur W20. Ik dep de concealer op mijn ogen en blend het vervolgens in met mijn Beauty Blender. Het is nu tijd voor mijn wenkbrauwen en ik gebruik hiervoor de Anastasia Dip Brow in de kleur Taupe. Ik zet mijn wenkbrauwen aan zoals ik gewoonlijk zou doen. Ik volg gewoon mijn lijn. Alleen deze keer is het allemaal zo netjes en strak. Ik bedoel, we zijn immers vermoord. Om de wenkbrauw wat echter te laten lijken, vind ik het mooi om wat haartjes te tekenen aan de voorkant. We borstelen de wenkbrauwen nu even goed uit, zodat het er wat natuurlijker uitziet. We gaan nu aan de ogen beginnen. Ik gebruik hiervoor het MAC Rocky Horror Picture Show paletten. En we beginnen met de kleur Oh Rocky. En deze brengen we aan in onze crease en onder ons wenkbrauwbod. Vervolgens pakken we de kleur Carbon. En dit is een zwarte matte kleur. En deze brengen we aan in het buitenste gedeelte van onze outer V. Vervolgens blenden we deze kleur goed uit, zodat we geen harde lijnen meer hebben. We pakken nu de kleur Blackberry en Blackberry brengen we aan in onze crease, net boven het zwarte. En deze kleur bouwen we op, totdat die intens genoeg is, naar jouw smaak. We pakken de kleur Crystal. En Crystal is een mooie zilverpaarse kleur. En deze brengen we aan in het binnenste van ons bewegend ooglid tot halverwege. Vervolgens pakken we de kleur Black and Pendulous. En dit is een hele mooie metallic blauwe kleur. Vervolgens blenden we de boel weer even goed uit, zodat we geen harde lijnen hebben en de kleuren mooi in elkaar overlopen. Om de kleuren nog vloeiender te maken, pak ik nu de kleur Graphic Style en deze breng ik aan in het midden van een bewegend ooglid. Ik ga nu terug met de kleur Blackberry en ik zet mijn crease nog even wat sterker aan, zodat hij er meer uitspringt. En voilà, de eyeliner is aangebracht. We gaan nu beginnen met Oh Rocky en Oh Rocky breng ik aan onder mijn wenkbrauwbod en bij mijn traanbuis in het binnenste van mijn ooglid. Nu gaan we met de contouren beginnen. Ik breng mijn contouren aan met de Elf Mineral Foundation in Dark. En deze breng ik aan onder mijn jukbeenderen, op mijn neus, mijn tempels, mijn haarlijn en onder mijn kin. Vervolgens blend ik alles goed uit met dezelfde bufferkwast die we net voor de foundation hebben gebruikt. Ik zet de contouren dik aan, zodat ze er wat meer uitspringen en het wat meer doder lijkt. We brengen nu onder de ogen de kleur Graphic Style en Carbon in combinatie aan. En deze smudgen we uit met een smudgerkwast. Ik gebruik hier deze van Zoeva. Vervolgens beginnen we aan het litteken. En voor het litteken gebruik ik een Miss Porty Lip Liner in de kleur Congo. En we zetten streepjes in een lijn zoals we ons litteken willen hebben.
Vervolgens zetten we naast dat streepje aan iedere kant nog een extra streep. En deze blenden we vervolgens uit, zodat ze wat meer vervagen. We hebben nu een wit potlood nodig en ik gebruik die van MAC Factor White. Het is een gold pencil. En je ontlijnt als het ware de rode lijntjes. Dus je zet aan elke kant een witte lijn. Op deze manier vallen de rode lijntjes meer op en krijg je meer een 3D effect. We blenden de boel een klein beetje uit. Net genoeg zodat het iets natuurlijker lijkt en zo getekend. Maar dat je nog wel heel duidelijk het litteken ziet. Vervolgens beginnen we aan de hechtingen. Voor de hechtingen gebruiken we hetzelfde rode penseel waarmee we de streepjes hebben getekend. En we zetten als het ware kruisjes. En aan het einde van de kruisjes zetten we kleine puntjes, zodat het meer op littekens lijkt. En nu heb je je litteken getekend. We beginnen nu aan de lippen. Voor de lippen gebruiken we hetzelfde rode potlood waarmee we het litteken hebben getekend. En we lijnen onze lippen volledig in. Vervolgens brengen we een rode lipstift aan. Ik gebruik de matte lipstift van Catrice. Ik weet even zo gauw niet hoe die heet, maar ik zal het hieronder erbij zetten. Nu komt het leuke gedeelte. We gaan onze lipstick uitvegen. Ik ga nu mascara aanbrengen en ik gebruik de Colossal Go Extreme mascara van Maybelline. Je hoeft maar een heel dun laagje aan te brengen, want we brengen zo meteen nepwimpers aan. Ik gebruik de nepwimpers van House of Lashes, Siren. We willen een huileffect creëren, omdat we immers aangerand en vermoord zijn. Dus dit doe je met een pipetje en water. Je brengt de druppels aan onder je oog op een manier zoals je normaal gesproken natuurlijk zou huilen. En je laat de druppels over je wangen rollen. Op deze manier krijg je het effect van uitgelopen make-up. En het ziet er ook nog eens gewoon heel gaaf uit. Dit is mijn Halloween look tutorial voor jullie. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En dan wens ik jullie een hele leuke dag vandaag. Bedankt voor het kijken. Please subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!